Yo mensen, nu gaan we voort met onze andere gameplay van Red Dead Redemption 2 Part 2. Oké, ik denk dat we beter nu bij deze guy even gaan helpen. Ah ja, hier met dat eten, ja. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. Oké. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy, I do not wish to hear about what you got up to in the Navy. Ja, laten we even doorspoelen, want anders gaat mijn video misschien veel te lang. Dus we gaan dieren gaan jagen, jongens. Dat weet ik al. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. Okay, nice, we gaan met een boom moeten schieten. You reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Whew. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm. Maar ik weet echt niet wie Blackwater is. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Part 1, jongens, heb ik ook niet gepraat omdat ik vergeten mijn microfoon was aan. Ze zetten, maar dat is niet zo erg. Part 1 is al gedaan. Nu nog part 2. Dat is nu, hè, op dierenjacht. We hebben eten nodig. Dus daar ga ik al zitten zetten. Op dierenjacht. Door het mooie water. Oké, we zijn er. Ik denk dat we een dier hebben gevonden dan. Kom jong, loop een beetje. Oh my god. Ja, dit is perfect van die restaurant. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Whoa. Hey, stop here a second. I see something. Oh, waar? Laat mijn bol pakken. Allee, guy. There's deer been here. Recently. How can you tell? How can you not? Oh. Track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. Ja. Dat is normaal dan. Als... bow. Quiet as you can. Ja. Stay low and move slowly. You see the tracks? Nee. I don't think so. Maybe not. Focus. Eagle eye, hoe dan? Ah. En daar. You'll be able to track nearly as well in grass and woods.
zie het. Quick, get that bow out, Arthur. Nice. See if you can get another one. Thijs is in. Laat het veel gast. Oké, nice, nice. Moet er dan niet veel gast? Oké. Daar is nog eentje. Daar. Nice, hoor. Oh wauw, ik heb het juist gewonden. Daar is het, het is doodgas. Oh nee. Nee. Sorry gas. Come on, Arthur. End it. Ik heb het al geëind, gast. It's dead now. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. Okay, I'll go grab the other one. Yep. Die is wel eigenlijk nog een beetje gered, maar ja. Yep. Kijk dit. Kom dan, hoort. Dit is een soort part op de missie, maar dit is niet zo'n part 2, zo snap je, jongens. Dit is niet een part 2 of zo dat ik eruit heb, maar ik ga gewoon zitten. We zijn op dierenjacht. Dit is niet zo'n part 2. Part 2 komt morgen eraan. Dit is gewoon nog zo. Ja, dit is gewoon zo nog een extraatje dat ik erbij zet, zodat jullie misschien nog vanavond kunnen zien dan. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Want part 2 gaat echt over allemaal wat er gebeurt. Dit is gewoon zo nog een extraatje, ja, zo om eten of zo, bijvoorbeeld. Dit gaat niet op zo over een missie, dit gaat gewoon over eten dat we tekort hebben. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Dus snap je? Morgen komt het echte part 2 gewoon. Van echt over de hele missie. Hoe dat we Black, hoe dat we de slechterike echt gaan pakken. Daarop gaat de missie morgen voorlopen. Morgen gaat het ook zijn. Daar kan zijn missie zijn om uit de sneeuw te geraken. Zo, dit is zo'n extraatje gewoon. Om gewoon eens al eten te pakken. Zo. Om gewoon eens iemand te helpen. Not sure she'll be eating much. She has a maar bij morgen gaat het echt al over het verhaal gaan. Daar gaan we verder over het verhaal. Dus bij dit ga ik geen part 2 schrijven. Dit gaat gewoon een extra zijn. Dus dan ga ik ook een afspeellijst van Red Dead Redemption maken. Van extra. En dan ga ik ook alle parts maken van Red Dead Redemption. Geen afspeellijst. Wat is het met de O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah.
I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping. Ben bij deze afspeellijst zou ik ook. Ja. Oh fuck! Their leader, Combe and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Kom je niet gaan proberen. Okay, ik weet één ding dat is super moeilijk om te killen. Let's see if we can find another way around. Nee. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. What are you doing? Okay, ren weg. Idiot. Oh oh. Ren weg, gast. Ren weg, ren weg. Oh oh. Wat? Dat kan overal op, of wat? Oh gast. Nee. Oh, mijn missie is gewoon. Retry checkpoint. Charles was abandoned. Dat hadden we er echt niet geprobeerd of zo. Dit is echt onze dood. Hey, Arthur. You awake back there? Yeah, just thinking. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5-6 months? Something like that. But you didn't expect this. Ja, morgen. What? Vandaag dit is gewoon een extra, jongens. Zodat ik bij de extra afspeellijst ga liggen. Morgen komt het echte deel weer van het verhaal, dus part 2. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. En dan volgende week zal ik spijtig genoeg geen video kunnen maken, jongens. Maar de week daarachter wel. I did that for a long time. Maar ik ga elke dag een video proberen uploaden. Ik maak wel alleen maar op woensdag, dus volgende week niet een video van Red Dead Redemption. De week daarachter wel, op woensdag misschien, op zaterdag en zondag ben ik er wel zeker van. You know, Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Whoa! Yeah. How's that new horse? He's all right. It's been an evening for now. Now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Hello, horse. Fuck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Take the snow off on here. I'm gonna hitch time over here. Brought some food back, boys! Come on, let's get these over to Pearson. Voila. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. It takes a lifetime of practice to master. Well, well, well! Just drop it down in here. Okay. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't.
Now shoot, get lost. See you gents later. See you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. I'll get to skin you. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Oh, skinner. Zo'n extra. Nice, nice, nice. Realistisch. Oh, zo wordt dat er zijn het echt gedaan. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. Oh, dat is een deken voor ons. You're a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Dan moet je hoeveel verdienen met dat. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Yep, iedereen moet surviven. Folk need it. It's been a tough few days. Zo Master Hunter 1 of 3 die skins. Onze volgende missie zal daar plaatsvinden. Ik ga mij daar al zetten voor de volgende missie. Hier zal onze volgende missie klaar vinden, jongens, oké? Okay? Zo, mensen, hier eindigt dan mijn video. Dit is een extra. Morgen gaat het weer vervolgen op het verhaal. En dat zal hier gebeuren, oké? Okay? En ja, subscribe op mijn kanaal, jongens. Abonneer. Ja, abonneer op mijn kanaal. Like alvast deze video. Dit is een extra om jullie nog een video te laten zien. Ik heb al part 1 gedropt. Ik ga er juist nog bij schrijven, part 1. En, ah nee, ik heb er al hashtag 1 bij geschreven. Ja, hashtag 1. Maar ik ga er ook nog part bij schrijven. En morgen komt dan part 2 waarschijnlijk. Morgen kan ik ook een Fortnite video doen als mijn internet is gefixt. En abonneer op mijn kanaal, jongens. Like deze video en tot de volgende keer. Peace.